Agnes is heading to St. Martin's Latem, an authentic village in the Belgian province of East Flanders. It's one of the most picturesque places in Belgium and an inspiration for many artists. He's visiting Arne Quinze, a conceptual artist, who's world famous for his colourful paintings and large, often publicly displayed metal artworks. Wie is Arne? Ik denk Arne is een kind van de planeet. Zou in principe een tuinman kunnen zijn. Haalt zijn schoonheid uit de natuur en probeert die over te brengen naar de rest van de maatschappij doorheen schilderijen, beelden, kleur. Ja, dat is een emotie die ik probeer over te brengen. En ik wist al van kleins af aan dat ik heb altijd geweten wat ik wou doen. Al mijn eerste beeldjes, ik was 3 jaar oud. Ik heb nog tekeningen van als kind zijn. En ik heb eigenlijk in mijn leven nooit niet anders gedaan dan creëren. Arne's favorite place to create is in his studio, which is an old renovated stable, where nature and art melt together in his garden and house. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar Arne. Is die ergens? Arne is hier om de hoek. Hoe is je? Je bent al thee aan het drinken? Ja, ja. Nee, het is geen thee, het is echt water. Ah, echt. Water met een lekker bitter smaak. Afgevallen. Sporten, vriend. Is echt, ja. 6 keer per week. Zeg, dit is de World of Fame, hè? Dat hier, Arne? Nee, dat is een muur. Dat is vol met herinneringen. Hè? Dus eigenlijk meer vrienden en momentums. Dat is echt allemaal uit uw matje allemaal, hè? Ja, allemaal dingen die we beleefd hebben. Ik denk dat wij na 30 jaar goed creatief bezig geweest en dat we heel veel anekdotes hebben, heel veel verhalen. En ja, vooral een heel boeiend avontuur dat we beleefd hebben. Eigenlijk ken ik via een gemeenschappelijke vriend die mij erop op de nadruk gelegd heeft dat ik naar Arne moest gaan. Dat ik een persoonlijk gesprek moest hebben. Ik heb Arne gebeld en ik ben erop toegekomen. Ik ben heel hartelijk onthaald. Ik ben wel heel verbaasd hoe Arne zijn stempel heeft gedrukt op de kunst. Ik ben geboren in Gent, dan 7 jaar naar het platteland. En dan zijn mijn ouders gescheiden in de jaren 80. En zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen in Brussel, in de grootstad. En ik dacht van, wauw, we gaan Star Wars zien, we gaan Avatar zien. Maar als kleine jongen kom ik dan in Brussel terecht. En dat was gewoon voor mij de absolute ontgoocheling. Alles was grijs en monotoon. En daar heb ik iets willen mee gaan doen. En toen ik met die graffiti's, die treinen en de grijze muren kleurde, wat ik zag, wat interessant was, was de mensen die het graag zagen en de mensen die het niet graag zagen, die hadden een gesprek. En ik dacht van, daar moet ik iets mee gaan doen. En hier werk je helemaal? Ja, dus hier in dit huis, eigenlijk was het een oude manege. Dus vroeger stonden de paarden hier. En het enige wat wij hier doen vandaag zijn eigenlijk alleen maar de maquettes. Dit is een project dat we bezig zijn in Cairo. Daar zijn ze een nieuw centrum aan het bouwen. En dit is een van de overdekte straten. En dit is een beeld die gebaseerd is op de schoonheid van de flora van de Nijl. Dus het is een beeld ongeveer 150 meter lang. Het is ongeveer 15 meter hoog. De bedoeling is toch wel van ja, de cultuur. Het is heel makkelijk om een tentoonstelling te hebben in een museum of in een galerij. In een heel beschermde omgeving. Dus om kunst publiek te maken is zo belangrijk. Want dan bereik je die andere 99% en dan heb je een discussie. Je wilt echt de gewone mens in contact brengen met jouw kunst. De grote vraag is wat is kunst? Hè? En kunst is iets die ergens iets misschien iets bijbrengt of de maatschappij verandert of die een emotie teweeg brengt. Heel simpel. Okay. Je moet het soms niet ver gaan zoeken. Dus jij maakt het publiek, jij brengt de lijn van het mooie heel dichter, die natuur, dat jij probeert het open te brengen in je kunst. Dat is mooi, hoor. Dat vind ik juist leuk aan het teamwork. Want dat is het grote verschil met mijn schilderijen. Dat is ik met het doek. Dat sta ik alleen in mijn wereld. Maar dit is echt een teamwork, een dialoog om dat tot het goed einde te halen. En dat is wat het boeiend maakt, hè. Zijn vooral die uitdagingen. Hè. Van, het kan niet en toch doe het.
Arne vind ik dat een heel apart figuur is. Hij is een natuurkind. En hij probeert zijn steentje bij te dragen aan de natuur. En dat probeert hij helemaal in zijn kunstwerk te verwerken. Hij maakt dingen, die verdwijnen op een gegeven moment. Al mijn werk is gebaseerd op de natuur. Want wij als mens, wij hebben sinds ik geboren ben, sinds 1971, hebben wij voor 30% tot 40% de natuur onherroepelijk vernietigd. Door een positieve insteek probeer ik de mensen te tonen van kijk eens hoe mooi toch eigenlijk die natuur is. Laat ons die niet vernietigen. Dus al mijn werk komt dus uit mijn tuin. En rond het huis hebben wij ongeveer 25.000 planten geplant, alleen maar om ze te kunnen bestuderen. Dus die diversiteit en die kleuren zijn zo mooi. En het begint dus eerst eigenlijk met de schetsen. Van de schetsen ga ik naar mijn schilderijen. Maar mijn schilderijen, voor mij is dit ook een beeld. Of dat je van iets kleins naar iets groots is voor mij de stap. Ligt heel, heel dichtbij in. Als ik een schilder ben, ben ik ook eigenlijk een beeld aan het maken. Als ik een schilderij maak, dan ben ik in dialoog met een stuk papier of met mijn doek. En als ik een groot beeld maak, dan is dat voor mij een relatie met het team. En dat is een heel ander proces, heel veel trager proces. Maar ook even boeiend. Arne, dat zijn jouw... Hoe kan ik dat zeggen? Jouw mastodonten van kunst? Voor wat zijn die gemaakt, Arne? Ik heb gekozen voor staal en aluminium. Met staal en aluminium kan ik daar toch wel een bepaalde kracht in steken. Zoals de natuur heb je ook die bepaalde kracht in die fragiliteit of die fragiliteit in die kracht. En als je een bloem ziet, een bloem is zo mooi als ze daar staat met haar volle pracht, volle kleuren. Maar ze is eigenlijk even mooi als ze een beetje begint te verwelken. En dit werk gaat over de mono no aware, dat is dus de schoonheid in de vergankelijkheid. En mijn papa is exact nu 1 jaar geleden gestorven. En mijn papa was echt, dat was de rots van de familie, dat was een mooie man. Maar hij had een spierziekte. En door zijn spierziekte zag je die man helemaal verkrimpen. Maar dan nog, tot het allerlaatste moment, straalde die man toch wel kracht uit. En ik denk dat we dat moeten kunnen omarmen. Want in onze maatschappij leven we altijd, we moeten altijd, alles moet heel mooi zijn, alles moet perfect en glad zijn en zo. En ik denk die vergankelijkheid moeten wij leren omarmen. Mijn vader was al milieuactivist in de jaren 60. Toen al werd ik erop gewezen van wat dat we aan het misdoen waren met de wereld. En ik denk de generatie van mijn vader, die hebben het toch wel de wereld serieus geconsumeerd. En wij dragen daar vandaag al de gevolgen, want climate change is heel hard aan het gaan. Wij hebben dus allemaal kinderen en dan proberen we toch ons best te doen om het beste na te laten voor onze kinderen. Of het al toch proberen in de goede richting te zetten. Want die omzwaai van vroeger naar morgen, van gisteren naar morgen, is wel dat een niet evidente stap zal zijn. Want we zijn allemaal, gewoon aan ons comfort. En het is soms dat comfort loslaten zal niet evident zijn. Next episode, Arne shows Ignis one of his works that is showcased near his house and talks about the problems he faces when working with certain materials. Hoe kan ik die beweging van mijn handen overbrengen naar dit metaal, naar het aluminium? Arne tells Ignis more about how his art and gardening inspire each other. Als ik plant, heb ik het gevoel dat ik schilder. Als ik een schilder ben, heb ik het gevoel dat ik aan planten ben. Ignis wants to know more about the durability of Arne's work. Hoe lang kan dat blijven staan ergens of wat? Dit gaat, dit overleeft, dat gaat onze kinderen, achterkleinkinderen, achterkleinkinderen overleven.